Ik ben nu weer met kanaal, vandaag spelen we lekker Assassin's Creed Odyssey. En natuurlijk hierom ga ik weer de Spartaantjes gaan helpen. Good. We're glad to have your sword. FK tegen Messara. En dan helpen we de anderen, denk ik. Oké, nee. Ik kijk even één keer naar buiten. Wat zie ik? Een kat dat op een dak zit. Ik wou heel even zeggen raam. Dat zou raar zijn. Een raar raampje bestaat dan? Nee, maar een kat wat raar is, dat bestaat wel. Dat hoop ik. Wat? Ik heb als een oké, natuurlijk moeten al die Spartanen, Athenurs gaan killen. Hoppa, weer een Athenander. Die gast gaan killen, Europa. Die heb je ook lekker mee. Europa. Worden van elkaar. Eerste killen. What you get. Alright, nu een held. Wat er? I will watch the light rain out of you. Wie ben jij, Rasmus? Dat is wel voor een Rasmus, die getalenteerd. Ben je zo getalenteerd? Ja. Jongen, als ik PS uitsta, kan die geen eens opladen. Jawel. Help ik ondertussen. Oh nee! Ik heb de leeuw toch niet gered. Dat is geen big man. Oké. Gelukkig is het niet. Maar het is wel de ambetantste. Soms vind ik die zelf ambetanter dan huurlingen tegen te vechten. Raar, maar zeker waar. Misschien moet ik eerst wat adrenaline hebben kunnen. Adrenaline was dan makkelijker dan killen. Adrenaline zal daardoor wel heel fijn zijn. En trouwens, door minder van die Athene, kunnen we ook lekker makkelijker winnen. Oké, nu wacht eens. Jij bent wel bijna neer. Anders zou ik je al lang gerust gelaten hebben. Nou, eigenlijk, het is slim dat ik ook jou heb gepakt. Jongen, kom eens. Stop met die Spartaan te pakken. Pak mij. We gaan je het geen eens gaan redden, hè? Je gaat het echt niet gaan redden. Wat zijn jullie toch dom, eigenlijk, hè? Waarom zou je tegen mij gaan vechten?
ja, tegen de sterkste van hun allemaal gaan vechten, terwijl je dan toch weet dat je zal sterven. Jongen, ik ga eerst even hem gaan pakken, want hem wil ik ook best graag neer hebben. Als dat gebeurt, ja. Away with you. Dit is het opinion. Ja. Weg. Lekker. Veroveringsgevechten. Overwinning. Sparta heeft Athene met succes verslagen. Messara kiest nu de kant van Sparta. Oftewel, heel Creta kiest de kant. Voltooide gevechtpresentaties. Rasmus de getalenteerde werd gedood. 24 soldaten heb ik gedood. En 6 kapiteins heb ik ook gedood. Nou, Messara, welkom bij de Spartanen, hè? En de Spartanen, welkom bij Messara. Oh, hè? Eindelijk wat ik wil. Heel Creta is eindelijk hier. Van ons, van ons, van ons. Zuidelijke sport. Ja. Denk 10 minuten. Oké, okay, dan gelooft jij mij niet. Hoezo? We worden dan nu waarschijnlijk de oplaad komen stelen. Maar ik hoop het niet. Maar dat is wel een grote kans. Oké. Het dorpje is daar, hè? Ja. Ja. Scherpe tanden. Zoete wraak. Ja, Anakin. Naar. Oh, de cirkel is rond, oké. Dan ga ik dat even gaan doen. Ja, dit is Ardos huis. Staat ook echt al zo. Ardos. You're his caretaker? Of course. I need to speak with him. Ik ben Ardos. Don't you recognize me? Remember all the times we shared the secrets? Don't take me for a fool. Oh. Who told you about the boy? Speak! It's nothing personal with the boy or the old man, but if I tell you anything, I am good as... Dead? Guess what'll happen if you don't tell me anything? Oh, okay. What is it you want to know? Where is the old man? They're at Festus village, southwest of here. They got him tied to a post and they're beating him. What? Waarom zouden ze dat doen? What is to happen to the boy? I don't know, Mistios. They just told me to bring him back. But we both know what they're capable of. And you'd bring them an innocent boy? You'd stand by as an old man gets beaten. But... And you agreed to kidnap the boy. They're just up the road. The cult. Go kill them all. You'll be doing me a favor, too. Let me go, and I won't tell anyone what happened. Elk vind ik dat je wel neer mag zijn. Maar hij heeft ons wel alles verteld. I'll let Zeus decide your fate. I need to find the old man.
Thank you, Mistyos. The old man is alive. I should check the temple in Festos. Ja, tempel. Hoorde ik dat? Is dat een tempel? Oh, ik denk het eigenlijk wel. Let's go, boys and girls. Hoppa, 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 hoppa. Ik wist het. Pig, zo zwijn. Wie de hel ben je? Oh, Spartaan. Oké. Weet je wat? Ik wou je eerst niet killen, maar nu ben ik echt heel erg van gedachten veranderd. Is dat het? Nee. Dat het? Nee. Is daar? Nee, het is daar. Ja, ik zie er al. There's the old man amongst those guards. Oké. Zijn er echt niet meer wachters? Kan toch bijna niet anders. Dat er meer wachters zijn. Dan moet haar zo. Is dat alles? Ik denk het ook wel. Voor nu. Zo, we gaan er recht naartoe. Wacht, recht lijkt me ook niet echt een goed plan, want dan zien ze me meteen. Killen. Hier. Maar oh my god. Met hoeveel hoeren zijn jullie hier? Weet je wat? Jou ga ik ook dan wel niet laten leven hoor. Hoppa. Maar what the fuck? Ik zweer het je. Dat begint echt fucking om tante te horen. Kom hier dan, jij hoer! Maar oh my god! Finally! Dit zo goed gaat aflopen, dat betwijfel ik. Heel hard. Ik heb adrenaline toch. Ja, dat is ook gewoon echt zijn hoofd, hè. Zin gekregen hoor. Secte is. Hoi. Zijn jullie allemaal eigenlijk zo doen? Dat is eigenlijk, hè. Huh.
Ze zijn allemaal zo dom. Jouw wachter. Sectewachter bedoel ik. Oh, en jij bent natuurlijk wel even een vrouw. En jij bent opeens ook gewoon de sterkste. Ja. Soms is de wereld geen wereld, hè. Hebben jullie dat eigenlijk door? Nee, ik heb dat ook echt al lang door. Dat de wereld geen wereld is. Nee. Nee. Weg met jou. Wait. Who are you? Ardo sent me. Can you walk? The boy. Thank the gods. Yeah. Nee. Dus. We zijn er nu ook wel even gewoon. We zijn er nu wel. Zo, we kunnen ook alles lekker meenemen. Alright. Vind en bevrijd de voogd. You must help me, please! Ja, hier. Kom, we gaan weg. Okay? Ja, dan kan ik ook best begrijpen dat je dit. Ja. Dus. Breathe, old man. Ardos, the boy. Is he safe? Ja. Alive? Ja. Hij leeft nog. I won't let anyone hurt him. Though I do sometimes think about strangling him myself. Ardos has been known to test even the most resolute of wills. I'm looking for a way into the labyrinth. Ardos said you might know something. I know this. That place is death. What drove everyone out of the labyrinth? Something must have happened. I never went inside. I'm not a fool. But Lykios wanted me to watch the boy. I stayed outside and prayed. But I heard it. The Minotaur. Who returned? But Lykios. Okay, it's waarschijnlijk dood. Ardos said his father is in the labyrinth. Is this true? Yes. He never came out. Though two who did will never truly escape it. Yeah. Maar. Ardo says you refuse to speak or talk to him about his father. How can anyone tell a boy the person he looks up to, his father, and only family, is dead? What I can do in Nykios's honor is to stop his son from entering that cursed place. Why would they hurt you? When the survivors fled the Minotaur, they left behind a disc. The key to the labyrinth. Yeah, and okay, I kept it. Then why do they think Ardos has it? Okay. Because he does. He stole it from me. I have a little steal. Told them about it. They tortured me, Mistios. Oh, no. I tried not to break. I failed him. I failed him all these years. Yeah. Maar als hij daar dan echt gewoon. The people who tortured you belong to a powerful cult. They have broken stronger men than you. You can still make things right with Ardos. As smart as he is, he still needs someone to look out for him. Family. He needs you. Yeah. He doesn't even want to see me, Mistios. Dus? Keep trying.
blijf het proberen. About the disc. Ja. Over dit it spel. True purpose, mysterious. With it just promise to keep him. He'll be safe. Ja, maar ik zit in een video van daar. I have more questions. Anything, mister. I have to go. What? This must be a part of the Zeus's armor. Fancy. Oh, daar doe letterlijk een Athene. Waarom een Athene? Ben jij een huurling? Lijkt er voor wel. Wil jullie me dood hebben? Meent je dat? Natuurlijk. Maar oké. Ik heb hem letterlijk ook gewoon geholpen. Ja, dat is waar. Behalve als ik even geen zin heb. Anakin, hou je bek. Maar ik zit in een video. En trouwens staat uw stem aan. Als dat wel zo is, hè. Als je liegt, hè, ik zweer het. Droppels de bijenwolf, wat er. En natuurlijk, waar ze hem moeten stabben, is in de ballen. Nee, stabben. Waar moet het zijn? Ja, in de ballen natuurlijk, hè. Ja, ik denk het wel. Zijn we dan? Maar ik ga toch wel weer naar boven. Want daar moet ik echt zijn. En niet hier. Oké. Het nu weer het ventje gaan zoeken, Ardos.
Anakin, stop. Please. Hey, Otto's. The old man said you stole something from him. No, I didn't. Wait, what did he accuse me of stealing? The key to the labyrinth, a disc. Anakin, stop! Oh, dat heb ik van hem gestolen, natuurlijk! De disc! You mean this old thing? Ja. I always de Minotaurus staat er ook op, hè? If we put the disc into the stele, the entrance to the labyrinth should open. Then I see about a Minotaur. And you'll save my pater too, right? Ardos, I don't think your pater is still... He's alive, I know it. We just have to hurry. Okay, then. Maar waarschijnlijk zou ook al uitgehongerd zijn of zo. Zoek naar antwoorden. Jongetje. Als je echt denkt dat hij nog leeft. Dan kan dat ook gewoon niet, hè. Die kan echt niet leven. Geloof mij maar. Geloof het. Artifact. Ja, we gaan hem echt killen. Is Ardos nou echt sneller dan mij? Oh nee. Ardos weer. Nee, maar dat is nog een joch, hè. Labyrinth van verloren zielen. Oké. We gaan erin. Ja, ja, ja! Ja, echt zo kei blij opeens. Ja, kom, jij gaat eerst, oké? Ik zeg, jij gaat eerst. Waarom viel je nog niet vanaf? Jij gaat eerst. Nee? Nou. Oké, dan ga ik er wel in. Oei. Hoppa. Ardos. Oh, hij kijkt natuurlijk, hè. Oh. Hoe kan je hier zelf... uitkomen. This can't be Minoa. Oh, what is dit? Is gaaf eigenlijk. Walaka. Ardos, it's real. Why the gods? Echt een Minotaurus. Let's see what's at the end. Yeah. Right on. We zien ook gewoon echt gewoon dat. What kind of rage did this? Okay, this must be Nikios. Oh, a ring. Ardos might want this. Nee, toch, hè. Arme Ardos. Zijn vader is dood. Oh. Dat is niet wat ik wou. Wat anders. Even met droep anders. Is dat echt alles?
Nee. Oh nee. Hier is de Minotaurus. Oh, weet je wat? Let's do this. Kan ik hem zien? Ik zie hem niet. Misschien. Oh nee. Hè. De Minotaurus toch. Waarom? Oh, daar is de Minotaurus. Nou, Cassandra. Als jij even op, oké? Het is een half stier of zo. Ja, Cassandra, je moet wel even uitkijken. En nu stel je het van mij, hè? Ja, maar jij stelt het al. Malakas Minotaur. And here we go. Ja, hier gaan we. Oh, jongen, je bent echt gek. Hoezo kan je zo snel zijn voor zo'n fucking groot beest? Godly mode. Snel. Ik ben hoger dan jou, maar dat maakt echt niet uit. Oh, lekker. Dan kan ik hem makkelijker killen. Oké, nu moeten we weer weg zijn. Oh joh. Stop even. Oh, vandaar dat er zoveel dingen ingestort zijn. Want hij zit alles kapot te stampen en zo. Oh. Oh joh. Hoe is Cassandra nog niet in twee dan? Doen en Minotaurus even rustig, hè? Oh my god, oké, jij begrijpt dat woord ook niet, hè? Nee, ik wil ook niet. Oh joh, maar die Minotaurus is echt mega sterk. Ik vind het vet. Oh nee. Jongen, ik begin zelf nu al te zweten. Waarom toch? Ik begin te zweten. Gamen is een sport. Nee. Vandaar dat ik begin te zweten. Ja. Hoppa, wacht. Ik ga even mijn trui uit doen. Oh ja. Jij bent een... denk ik. Ja, denk je? Oh, ja, aanvallen. Cassandra, come on. No. Nu even pijlenboogje. Lekker mis. Gosh, wat ben jij gek? Maar ja, even kijken naar jou dan zie ik ook wat je gek bent. Ja, nee. Au. Oké, misschien moest ik opletten. Oh. Wat gebeurt? Oh, ja. Oh, hij is boos. Hij is heel boos.
Hij is kapot boos. Hij is boos. Jongen, die gast is echt mega boos. Hij heeft de helft van de grond waarschijnlijk laten instorten. En ik heb nog eens gelijk op. Hij heeft echt alles laten instorten. Oh my god. Jongen, als je wilt dat al die stenen op mij vallen. Ja, dan moet je sharen, hè. Want ja, dit is niet echt zo gezellig. No, mijn pijlen zijn op. Oh, vieze minotaur. Nee, help! Hoppa. Come on. Haal de Minotaurus neer, alsjeblieft. Oh joh. Dat dit beest, ik zweer het je. Oh nee. Leave me the hell alone, boy. Ja, doe even een lekkere aanval hoor. Doe die aanval nog niet. Oh, geen pijlen meer. Oh, dat is nog erger. Kan ik op... Nee. Kan ik geen pijlen meer maken? Please. Ja, alsjeblieft. Oh nee. Oh, natuurlijk, ik heb gepend. Dan moet ik opletten. Dan moet ik ook opletten. Yes, je doet die aanval. Maar niet helemaal. Ik had niet verwacht dat ik jou als eerst moest killen. Auw, dat is ook best pijn. Oh my gosh! Ik zeg even koffie, ja. Ja. Jij moet rustiger zijn, jongen. Au, dat doet nog meer pijn. Au. No, no. Nee, dit is niet wat ik wou eigenlijk. I thought you were a good guy, but you're not. Komt mijn adrenaline gewoon even niet bij? Hoppa. Vooral de pijl. Nee. Heb ik hier nog even wat pijlen? Nee. Oh!
Ga eens neer. Ga neer. Alsjeblieft. Wees neer. Nee. That's not very kind. I don't like unkind people. Nee, het schap erin opdrinken. Ook al was dit geen eens mijn bedoeling of zo om dat te doen, maar oké. Ja, dat is echt een Minotaurus, hè? Ja, ik zie het. Oké. Dat van jou lijkt wel makkelijker. Oké. Oh my god. Ardos zou natuurlijk niet blij zijn. De Minotaur is dead. Thanks for your help, Ardos. Where's Peter? I searched the labyrinth and... Sorry, Ardos. Sorry, Ardos. Sorry? Why? Ardos, the Minotaur was no ordinary monster. And Peter isn't just a regular guy. He's a hero. He might have been your hero, but... He must be alive. Find him. He's dead, Ardos. We can't raise the dead. But we can move on. I'm afraid I'll forget him. I don't want to forget him. Ja, Anakin. Is wat? Take it. Ik geef je ring wel. To remember him by. Dat er ring? Thank you. Thank you. Dus. We should get out of here. Ik niet gewoon naar beneden geknald worden in de lava. Oké. I don't know, Mistios. Without Pater. I don't know. Maybe you can figure it out. Together. Ardos. Remember, you're never alone. There will always be people who care. Stay out of trouble, boy. You know I can promise you that. I'll make sure of it, Mistios. Thank you. Let's go home, Ardos. I'd like... Yeah. Oh, yo, dat is ook wel lekker. Prijs van de Minotaurus. Bam, 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 bam. Ja. Een prijs van de Minotaurus of zo. Ook is een boegbeeld voor mijn schip, eindelijk. Doet dat damage of zo? Nee, dat is een Minotaurus. Dat is ook wel iets. Let's do it. Hoppa. Dus? Ja. Jongen, dat is Bayek. Is hij zo lelijk? Ja, ik heb niet over Bayek. Oké. Over wie heb je dan? Die twee kale koppen. Ah, die kale koppen. Ja. De kale koppen. Kale koppen.
Calico Poppen. Jij bent Anakin. Jij hebt slaven op je schip. Nee, dat zijn geen slaven. Ik ben blij dat ze denken, Jan. Dat zijn geen slaven. Kijk, die zijn zo... Oh, mijn hoofd. Bemanning van Barnabas, bendeleden, Griekse atleten man, Griekse atleten vrouw en man van de handelaar. Oké, okay. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Like en subscribe en tot de volgende keer. Doei doei!